kombuis wordt met trots geborgd door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Goedemorgen jullie, mijn naam is Isel Hofman, ik is een leefstijlchef en welkom hier op die vrijdagochtend in die kombuis. Vanochtend gaan ons een type van een recept maken. Hij is ideaal voor die kinderkostplek, natuurlijk school toe, lekker middag of avondeten. Maar ik heb ook een natuurlijke bestanddeel ingezet wat hierdie recept net zo ideaal voor groot mensen natuurlijk ook maakt. Als je nog niet van je hoene reepies hou, is je dan meer als welkom om een type van een snitchel te maken natuurlijk. Nou, ons gaan van ons oond gebruik maken vandaag. Hij is voorverhit op 200 graden Celsius en ons gaan natuurlijk van die middelste rak gebruik maken. Maar hier aan mijn linkerkant kom ik wijs gevele. Hier is hoene reepies wat ik maak en ons gaan ons combinatie van ons krummels 50% amandelmeel maak en 50% fijn vlakzaad of meer bekend op je rak als ground flax seeds natuurlijk. Die reden daarvoor is als je met verteringsproblemen zit, jouw fijn vlakzaad of je ground flax seed natuurlijk is dan ideaal om dat probleem net mooi voor jou op te lossen. Is natuurlijk dan soos je amandelmeel ook een anti-inflammatorie en voor die reden kan je gerust van hierdie product aanschaf. Als je ook vegan is of meer vegetarische type van disse gaan, oor die algemeen kan je in enige gebak natuurlijk een opgehoopte eetlepel van je ground flax seed met een klein beetje water meng en hij vervang dan een eier in jou recept. Maar ouder gewoonte, kom ons hardloop dan deur ons bestanddele. Nou hier in my mengbak gaan ek vanoggend so 1/2 koppie van jou amandelmeel insit en dan 1/2 koppie van ons fijn vlakzaad. Jullie kan sien, hierdie ene wat ek gekies het vanoggend is een redelijke donker kleur. Hy lyk amper soos 'n rog broodjiese tekstuur of die kleur natuurlijk. Jy kry ook die ene wat ons golden flax seed noem op die rak ook beskikbaar en hy is dan effens van een lichter kleur. Nou, saam met dit, ek hou altijd van een type van een lekker type crunch in een recept. Hierdie is dan 2 opgehoopte eetlepel sesamzaad. Sesamzaad is natuurlijk ook een anti-inflammatorie, lekker hoog in proteïne. So hierdie kan, en dit is natuurlijk, omdat het hoender is, een proteïnhappie, maar is altijd goed om net so extra bietjie anti-inflammatoriese bestanddele by te sit, want onthou, oor die algemeen gaan jou proteïn moes nou maar een bietjie extra suur vir ons lichaam veroorsaak. Nou, saam met dit, wat ek dan by sit, hierdie is 2 opgehoopte theelepels van ons eie vlokkies. As jy pa van een baie sterk knoffel smaak, kan jy knoffelvlokkies ook gebruik, maar ons gaan dan wel ook hierdie is een opgehoopte theelepel van ons vars knoffel ook by sit. So wees dan net voorzichtig, dit kan ook dan te sterk een knoffel smaak hê. Alternatief kan je dan van 3 opgehoopte theelepels van jou knoffel dan by sit. Dan oor na ons krui toe. Vandag gaan ek van ons gedroogde petersilie gebruik maak. Hier is een stevige opgehoopte theelepel daarvan. Petersilie is altijd ook een anti-inflammatorie en van ons droë kruie is hy altijd een met die mooi diepste, helderste groenkleur. So ek is vir daai rede ook altijd lief om het natuurlijk bij mijn recept te gooi. En dan oor na ons sout toe. Hier is 1/2 theelepel van ons woestijn of ons pink sout wat ons gaan gebruik. En dan al wat in die oor is, ons gaan die limoen, net gaan gooi, of die sierlimoen natuurlijk, gaan sit gaan gooi rasper. Hierdie is so 2 opgehoopte theelepels wat ons dan van ons sierlimoen skil dan ook gaan bysit. Nou, jy gaan natuurlijk die sap van die sierlimoen ook gebruik, want as hierdie lekker strippies uit jou oond uitkom, is hierdie sierlimoen sap so ideaal om net dan verder op te sit. En dan daar skit ons om net so vir oggend, dis nou natuurlijk ons 2 theelepels. En dan van daar af, al wat oorblij, is ons gaan hierdie lekker met ons vingers natuurlijk inmeng. Soos ek sê, jy kan hierdie recept natuurlijk met 1 heel koppie amandelmeel dan ook gebruik maak. Hier gaan ook van hierdie krummels oorblij en dit is ideaal om in die yskas te bere. Nou, terwijl ek gaan ons krummels vir ons klaarmaak, gaan ek ook ons hoenderfilette vir ons voorberei. Ons maak juist strippies en dan sien ek vir julle net nou. Dan sit ons hierdie strippies aan mekaar en in die oond. Tot net nou. Hallo julle en welkom terug in die kombuis. Nou, ons het meeste van ons bestanddele voorberei. Ons oond is voorverhit op 200 grade Celsius. Ek gaan net so vinnig my pan voorberei met Bewell se kleefsproei. Nou onthou, jy gaan nie met krummels werk, so die ideale een vir vandag gaan natuurlijk die blissvol bykin, die piekin wees en onthou, hy het 'n botter ondertoon wat dit perfect maak vir hierdie spesifieke resept. Dan, voor jy jou hande gaan vuil kry, stel ek voor, jy klits net gou jou 3 eiers. Ons kan sommer hierdie bakkie voor my gebruik. As jy van so 4 hoenderfilette of jou borsies gebruik maak, dan is al 3 groot eiers genoeg wees.
om net seker te maak al die krummels kleef mooi aan ons reepies vas. Ek sê altyd hierdie tyd van die jaar, mense begin dink aan vakansietyd, snackplattertyd, natuurlik as jy rugby kyk of iets soos dit, so die hoenderreepies is altyd lekker. Jy kan hierdie natuurlik ook heel maak as hy 'n filet is of 'n tipe van 'n schnitzel en dan kan jy hom in stukkies opsny om ook natuurlik op jou snackplatters te sit, maar dan gaan van jou lekker krummels natuurlik afval. So ons gaan hierdie gou klits, net so vinnige ou klits gee met die sonne met die hand. Dan sy, hier is dan ons drie groot eiers. Dan hier in my mengbak aan die voorkant sal jy sien, ek het so vier van ons hoenderfilette dan reeds in reepies gesny. Al wat nou moet gebeur is, ons gaan so drie eetlepels van ons rou heuning oorsit. En dit is om dit te seal, sodat die krummels lekker daaraan kan vasklou. Nou, jy kan dit sommer met 'n lepel meng, jy kan natuurlik jou hande ook gebruik om te hou, dan is jou hande nou reeds vuil en taai. Sy. Ons kan dit net so maak. Ek het sommer die teelepel gebruik waarmee ek nou ons heuning hier ingemeng het. En nou het ons al ons bestanddele reg. Ons pan is voorberei, ons oond is voor vir dit, ons het ons eiers en ons het ons krummels. Nou is dit so eenvoudig van, jy vat een van jou hoenderreepies of jou stukkies, jy dompel hom in die eier, van die eier af gaan hy dan oor in die krummels. Jy gaan seker maak, jy maak hom lekker toe. En hy kry 'n lekker behoorlike laagie krummels. En van daar af oor na die bakpan. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons kan nog enetjie voorberei, kry dalk 'n lekker mooi dik stukkie. Weer ons dompel hom in die eier. Dan oor na ons vlaksaad toe. Of ons krummels eerder, kom ons stel dit so. Onthou natuurlik, hierdie resep is ook ideaal as jy dan van een net 'n koppie amandelmeel gebruik maak. Hy gaan natuurlik die kleur ook effens verlig van hierdie reepies natuurlik. En van daar af oor na die bakplaat. Hierdie kan ook met beesreepies gemaak word natuurlik as jy van 'n ander alternatief hou of jy's meer 'n fan van jou rooi vleis of dalk het jy nie vandag hoender by die huis nie, kan jy dit natuurlik met jou bees ook maak. En ek sê altyd vir die van julle wat nou half vegetaries is of dit is nou vir daai maandag aand wat jy dalk net te veel van die vleis wil eet nie, jy kan cauliflower of jou blomkool natuurlik, die klein boontjies gebruik of natuurlik die heel blomkool vat en hom in tipe van 'n steik sny, hom in reepies sny en dan die res van die resep is presies dieselfde. Hier gaan ons oor na reepie nommer 4 toe en hierdie is die rede jy kan sien my hande laak lekker vuil dat jy al jou goeders eers moet regkry voordat jy met die resep begin. As daar van hierdie krummels oorbly, is jy dan ook meer as welkom om dit in jou yskas te bære, onthou 'n ligdigte houertjie of in 'n plastiek sakkie. Julle van my kant af 'n baie geseënde en 'n gesonde naweek. Ek sien dan vir julle volgende week met nog 'n gesonde resep. Ek gaan hier klaarmaak en dan eet die span lekker. Van my kant af, tot weersiens. Subscribe, subscribe. Playlist, playlist. Subscribe, subscribe. Playlist, playlist. Tjoe.